Dat kan je niet verzinnen. Wat een bullshit is dit. Ik ben echt boos nou. Ik ben echt boos. Wat een onzin. Hallo kijkers van Shine Sprites. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer Avatar Lock met Xander van Gaming SB. Yep, en ik ben nog steeds salty. Hij is pittig zoutig. Ben je nou pittig of maar, zoutig? Ik weet niet beide. Maar ik weet ook niet welke kant ik op moet. Oh, dit ziet er wel uit als... Ja. Oké, okay, what are you kids doing here? Dan moet je de dubbel... Dit ziet eruit als de dubbel battle. Ja. Oh. sorry. Voor de kijkertjes thuis. Ah, je had zeker je ding in beeld laten staan. Mogelijk. Maar het is maar voor de eerste... minuut, dus dat valt mee. Ah, oké, okay, vooruit. Oké, okay, Larvitar en Girder. Oh, jij krijgt weer een makkelijke dubbel battle. Nee, ik weet weer genoeg. Ja, ik had het zelf ook niet van. Oh, ik moet er gaan Audino. Een normale Audino? Nee, natuurlijk niet. Een mega Audino. Waarom? Die is very normal, toch? De Fairy Normal bestaat volgens mij niet. Oh. Nou. Volgens mij is hij dan gewoon Fairy. Oké. Okay. Maar Clefairy is dan ook alleen maar Fairy. Ja. En geen Normal. Mhm. Oké. Okay. Oké. Okay. Apart. Oh, en we hebben het trouwens getraind, boys. Ja, ook dat. Maar dat had je ook al kunnen zien als je op had gelet. Nee. Wow. De sneer, Jezus. Oh, dat was niet... Nee, dat was niet aardig. Ik heb wel meteen eventjes voor jou een vraag. Dat had ik je de vorige aflevering beloofd. Mijn vraag is van... heb je al gekeken naar de nieuwe serie van... Game Boy Luke en Original 151 en United Gamer en Patters? Ja, ja. Ja? Ja, ik ben nu tot... ja, dat gaat heel random klinken. Maar ik heb tot de eerste cage match gezien. Ja, maar dat is toch... Ik weet dat dat midden in een aflevering is. Oh, is dat midden in een aflevering? Ja, want ja. Daar ben ik nog niet namelijk. Ik heb alleen de eerste twee afleveringen gezien. Oh, oké. Okay. Nee. Ja, ze zijn midden in een aflevering. Okay. Alleen... Ja, soms... Het is wel niet groot genoeg en dan denk ik, ja, kan ik het net zo goed niet kijken. Het is wel druk, moet ik zeggen, met z'n vieren. Ja, klopt. Dat is het ook. Yo, we zaten ook één keer. Dat was met 1 april. Toen hadden ze echt de hele squad, maar dan ook echt de hele squad uitgenodigd. Dus dat was echt iets van 13, 14 mensen. Ah, en ze zaten dan ook allemaal een andere game te spelen. Dat was echt heel verwarrend. Wel een leuke 1 april grap. Ja, hij was wel erg leuk, maar... Oh, nee, dat was echt niet te volgen. Ik heb hem wel gekeken toen, maar... Oh, ik werd daar echt gek van. Ja. Oké, ik weet eigenlijk nu niet waar ik nu naartoe moet. Heb je tegen de computer gepraat wat ik tegen je had gezegd? Oh ja... en jij maar raar vinden dat ik dat tegen jou zeg, hè? Waar is die computer? Oeh, kutzooi. Weer een Pokémon kwijt. Ik word zo gek van deze game. Ben je dit? Ja. Oké, maar dit was ook niet een... Dit was ook wel een beetje vaag. Ik vind het niet meer raar dat je het hebt gezegd, want dit is echt zo'n dingetje als zou ik normaal gesproken nooit gedaan hebben. Nee. En dan zat ik hier een uur vast en dan zat ik nu weer te kijken. Ik verloor gewoon een Pokémon aan gewoon echt zo'n... aan een stuffel, hè? Gewoon een simpele stuffel. Als in de normal fighting beer? Ja. Daar verloor ik gewoon een Pokémon aan. Wat deed hij? Wacht, dit is de entrance hall. Aan de andere kant, ik ben een exploit verloren aan een Cassidy. Dus. Ja, maar dat is Destiny Bond. Dat is dan nog een soort van
te verklaren. Ja, oké. Okay. Maar wat gebeurde hier dan? Ik ben nu heel benieuwd. Ja, en Larvesta, ik speelde met Larvesta, dus hij deed een of andere aanval en toen was ik dood. Ik heb helemaal geen... dat klinkt heel vaag. Maar... Of is het is ook geen vuurpokémon, toch? Nee, ik heb gewoon geen enkele vuurpokémon meer. Bugpoison. Ah, die had ik net nog, had ik liever dan gehad dat ik die net nog even had kunnen trainen, maar ja. Ja. Je moet met de level 18. Dus dat ik vorige aflevering had. Ja. Is... Er is hier geen shop of zo, hè? Dat is jammer. Nee. Anders zou ik even potions kunnen kopen. Maar ik snap ook niet waar ik nu naartoe moet. Ik heb tegen die computer terug... gepraat. Ja, moet je tegen ja. die andere computer ook praten? Nee, je moet dan gewoon... je moet dan gewoon terug, zeg maar. En dan met de lift naar de entrance hall. Oh, oké. Okay. Wauw. Yo, hey. Hij zei alleen maar yo-yo yoghurt. En toen stopte die. Oké. Okay. It's your boy Guzma. Niet moet je ontdekken. Paula yoghurt met vruchtenvlekken. Hoe krijgt Paula dat voor elkaar? Yoghurt, mixen. En klaar. Je kent ik moet hem tegen toch wel, je boy Guzma. Ja, tuurlijk. Daarom zei ik toch ook van yo-yo okay, yoghurt. Yeah. Want ik zag al het begin over yo-yo yoghurt. Mijn brein was eventjes vergeten dat jij ermee begon. Maar erover begon. Yo, moet ik nou weer met hou? Ja, dat gaat nog even door zo, zeg maar. Daarom wat was ik ook je? Zo geïrriteerd de vorige keer. Ik dacht dat je ook een keer met GLaDOS... Gladion moet, ja. Je moet ook één keer tegen Gladion, ja. Met Gladion. Oké, okay, ik zag dus Pharaoh Seed en ik zei Gladion. Dus toen werd het Glaro ja. ja. Heel raar. Tickle-tick, trio. Yo, wat moet hier nou weer met? Diancie, daar kan ik misschien nog zo'n waterpulse op doen. Oh, flash cannon heb ik natuurlijk ook. Dat is misschien dat nog... Dat kan je wel, hè, flashje. Ja, dat ben ik goed. Oh. Dat is chill. Die Mareep doet gewoon een signal beampie. Dat is volgens mij super effect. Doet die explosion? Oh, dat deed echt niks. Dat scheelt. Dus gewoon weer een free win. Ja, Mareep is dood, maar dat is niet mijn Pokémon. Dus ook niet mijn probleem. Yo, hij heeft een Mega Swampert. Gast, doe even rustig, gast. Wil je tegenstander of Gladion? Of nee, hou. Hou. Oh, dat is op zich wel nice. Ja, nu. Maar ik moet daar vast ook een keertje tegen. Ja, maar al zijn Pokémon zijn de hele tijd random, behalve zijn starter, hè. Oh, dus okay. In de volgende battle heeft hij die Mega Swampert ook niet meer. Vandaar dat hij eerst een Duotion had en daarna een Mareep ineens. Oh, wat ben ik dan bezig. Al wel, ja, ik kill hem. Ja, oké. Okay. Oh, dan ben je niet onbezig. Die fucking Guzma is fucking irritant. Die doet elke keer Ledian erin en de baton past die meteen. Oh, wat? Dat is gewoon een uitstel van executie. Yep. Een hoop op de boost van de Ancient Power. Natuurlijk geen boost. Oké, okay, volgens mij loop ik wel echt heel ver achter. Ik ben nu bij Wick. Wiki. Ja, hij loopt wel een paar battles achter, ja. Ik denk een stuk of drie battles. Yo, dat is van dat drankje, Wiki. Ja. ja. Oeh, Liquidation, daar houden we van. Hier is denk ik direct twee achter elkaar. Ja. Dus eerst samen met Gladion en daarna ja, samen met Hou. Want hier staan vier mensjes en drie. En drie zijn dan de good guys en vier zijn de slechte jongens. De schurken, de schavuiten. De schobbejakken. De schobbejakken, ja precies. De ettertjes, oh nee, dat zijn de goede rikken volgens Team Rocket. Ancient power op zijn bakkes. Yo,
deze mensen zien er exact hetzelfde uit. Ik denk dat het zo'n tweeling is. Een tweeling? Een tweeling. Yo. Hebben we ook een mega counter in beeld? Want anders dan moet er nu weer één bij. Ik denk dat dat niet meer op beeld past, hoeveel megas wij al... Kijk, weet je, die Eevee geef ik geen fuck om, alleen die Aggron, man. Ja. Dat is Steel Rock? Ja, ik denk het nog steeds, ja. Dan kan ik die Water Pulse doen. Ja, maar Water Pulse is ook niet effect... dat is nee, ook, maar we hebben ook Primeval Lee C van de Snorlax, de ability. Primordial Sea, ja. Ja, dus dan is dat toch wel slim. Is dat dan geen ability van Grafflifer? Nee. Snorlax, waarom val je de Eevee aan? Altijd de moeilijkste eerstgast. Oh, hij mag Eevee. Echt niks van. Oké, en zijn volgende is een Spoink, dus dan is het niet zo heel erg, maar... Een Kaatspoink. Ja, maar hij is niet goed... per se. Nee. Nee, Spoink is pittig slecht, ja. Die kan je meteen in de afvalbak gooien. Paula, yoghurt met Spoink vlekken. Nou. Ja, Miltank is een koe. Die zegt alleen maar moe. Hij maakt moe moe milk met moe moe vlekken. Speciaal voor echte Pokémon trainers. Lekker plekken. Oh. Geheime tunnel. Geheime tunnel. Zo geheim is die Eve Foundation niet, hoor. Ja, dat is waar. Niet zo geheime Foundation. Island, ik weet niet. Holy damn, dat deed veel. Gelukkig deed hij het niet op mij, maar anders was hij dood geweest. Daar hebben we Pyko in Solaria. Please kill. Ja, lekker. Oké, Mega Aggron is neer. Moet tegen Solaria. Oh, Grass V is... is leveltje omhoog. Ik weet dat... Waarom heeft deze bitch nou weer een Zekrom dan? Mag het? Als ik zeg dat ik daar geen antwoord op heb. Nee, daar ga ik niet mee akkoord. Oh, dan komt dat omdat ze jou willen naaien. En ze doen ook een special defense. Of het X-Special Defense bedoel ik. Ja oké, dat had ik wel. Ik dacht al dat je dat zou bedoelen. Earth Power nu! Oh, nou, Dragon Breath. Is in ieder geval dood. Dan kan hij niet meer Giga Impact doen op de... precies op de mensen die... makkelijk te verslaan zijn. Precies. Oh, Giga Impact. Daarna moet hij rechargen, hè? Dat was zo kut dat die Giga Impact op die idee. Ik had wat aan hem kunnen hebben, maar nee. Maar nee. Oh, Shadows is bijna dood. Ik ben een beetje bang voor deze Zekrom, maar... Ik zal heel eerlijk met je zijn. Zekrom Electric Dragon? Ja. Yeah. Of is dat de Fire Dragon? Nee, Electric Dragon. Nee, oké. De zwaard... Thunderbolt. Degene die voor Pikachu's level reset zorgt. Als ik de theorieën moet geloven. Ja, eigenlijk wel, ja. Wat een bullshit is dat. Echt wel. Dat is waarom na Gen 5 er niks meer van hen mee klopt. Change my mind. Ja. Yep. Nee. Nee, omdat dat niet mogelijk is. Nee. Nou ja, op zich moet ik wel zeggen dat Gen 6 wel beter was. Maar... Zeker. Zeker. Er zijn wel steeds meer dingen die ik kan waarderen, zeg maar, van Gen 5. Maar het is nog steeds mijn minst favoriete generatie. Ja, kijk, weet je wat het is? Je moet altijd zo'n minst favoriete hebben.
Ja, nou ja, ik weet wel welke dat is bij mij. Wow, hij doet ook nog... Oh, nee. Hij doet ook nog een Hyper Potion. Wacht, is Bite niet super effective op Latias? Nee, want hij is ook Dragon, hè. Oh, nee, ik heb Latias nog niet bevochten. Is het dat niet? Oh, ja, dat is het dan. Maar ik weet eventjes... Oké, ik heb het ook... Ik had het ook een beetje voor mezelf verneukt, denk ik. Is Fairy super effective op Psychic? Nee. Oh, wacht, Latias is ook Dragon. Ja, dat zei ik net. Ja, maar dan is Fairy natuurlijk super slim om te doen. Yo, Goodra, ik mag je wel en zo, maar waarom doe je Rain Dance, gast? Er is hier niemand met een... Met iets van regen. Ik heb de Sacrum verslagen, maar je hoeft me niet te vragen hoe, want... Oh, hoe deed je dat dan? Ah, wat zijn we grappig. Ja, alle nee, beesten... Nee, ik ben oprecht benieuwd. Van ja. De barnyard staan ze te dansen. En vieren feest waar het maar kan. Mijn barnyard heet barnyard. Ah, ja. Dat is een leukie. Dat is een leukie. Yo, laat die as. More like, laat die gone as. Laat die broek. Yo, nee? Een hoepa? Gast, kun je me nog meer naaien, alsjeblieft? Mijn grap wordt gewoon... Ja, sorry. Nee, ik werd afgeleid. Hoepa, ik weet niet eens welke... Is dat dark? Ik heb geen idee. Volgens mij is het dark, iets... Hij is volgens mij psychic, maar... Oh, ik zoek wel even. Maar Sander, is het de... Welke hoepa vorm is het? De gore of de cute? Oh, zo weet ik het. Nou, dat zie je toch op je beeld, of niet? Staat het erbij? Oh nee, hij is nog niet gespannen dan. Jawel, staat hij nog niet op het veld? Jawel. Oh, alleen, okay, ja. Dan kan je toch zien of het de cute ik is of die gore. Ik ken niet goed genoeg, gast. Ja, is hij lelijk of is hij cute? Ik heb eentje met vliegende armen. Ja, dat is de lelijke. Psychic Ghost of Psychic Dark? Ik denk Psychic Dark. Unbound is die met de armen. Staat hier. Die lelijke. Oké. Sorry dat er niks gebeurde dan. Maar dan kan ik wel Moonblastie doen, toch? Dat is dan super effective, denk ik. Ik zou gewoon proberen. Muddy Water. Oh, Muddy Water doet niet damage op mij. Okay. Ik ben nu bij een scène. Die was in de tweede aflevering van Pokémon Evolutions. Heb je die gezien? In de eerste aflevering wel, want dat was met die gast die Eternatus ving. Ja. Maar tweede aflevering, wat was dat? Ik zit nu zeg maar... Die tweede is nu wat er nu gaat gebeuren zeg maar met Lusamine en... Ja, volgens mij heb ik die ook al gezien. Okay. We hebben de twee legendaries nu verslagen. Nu heeft die ene gast niks meer. En Faba, ik weet niet wat die heeft. Behalve een lelijke kop. Aboe! Ja, echt hoor. Wat moet ik nou weer tegen zo'n LGM? Een donkere aanval? Oké. Kijk, deze heeft 100 attack, deze heeft 102 attack. Ja, dan gaan we voor deze. 117 attack. Nee, 102 stond het toch echt hoor. Ah, oké. 327? Kijk hoor, want ik doe zo'n psychic, oké.
Wel raar dat Milan niks meer zegt. Ja, wat? Sinds dat ik hem verbeterde, maar... Ja. Huh? Wanneer verbeterde je me? Ik zei 102. Toen zei je 325 of weet ik het. Ja, maar daar reageerde jij niet meer op. Nee, en toen zei ik, oh jammer dat hij niet meer reageert. Nee. Dat was de grap. Oh, dat was zo van, ik moet zo hard lachen om jou. Je hoort het wel. Haha, dat. Nou, mocht je die serie met Jordi kijken, Jordi maakt ook een paar keer een grap en ja, ik vond hem dan niet grappig, dus ik lach niet en dan is het echt zo awkward. Ja, snap ik. Yo, oh, die mega scissor. Ja. Ik haat hem. Ja, dat is best wel pijnlijk. Hij is ook lelijk, hè, mega scissor. Ik vind scissor mooi, ja. Ja. Kijk, maar Cleaver is nog mooier. Ik vind Scyther het mooist. Misschien wel. Ja. Ik vind dit lijkt op een robot, gast. Ik ben een robot. Dit lijkt op... XJ9. Op androids die de wereld overnemen. Zoals in Detroit Become Human. Nou, ik dacht XJ9. Oh, jij dacht... Oh, heette die? Jenny? Nee? Ja, Jenny. Wel Jenny, hè? Ja, wel. Ja, dat was leuk. Ik moet tegen een likkie likkie. Wanneer ze je bellen om te skaten bij de skatebaan vlakbij de stad. Ja, maar van de moeder moet ze dan de aarde beschermen tegen wezens van buitenaf. Ja, echt. Zo irritant, dat is zo relatable. Ja. We moeten gewoon bijkomen van onze grap. Ja, echt hoor. Nou, en ik ben maar bijkomen van de battle hoor. Twee legends en weer een mega, hè? Ik zit nu echt in een pittige fight, want ik moet nu tegen Lusamine. Oh, ook nog. Met de moeilijke fights be like, het houdt niet op, niet vanzelf. Dat klopt, ja. Stop huiselijk geweld. Nou, alsjeblieft. Dat is wel wat deze hele game is, joh. Echt, hè? Huiselijk geweld. Yo! Yo, Team Skull is dood? What the fuck? Ze liggen daar gewoon te sleepen. Oh. Yo, het leek echt alsof ze dood waren. Dat zou wat chill zijn. Dan hoef ik niet meer te betalen bij Po-Town. Zo. Ah, oh, meen je dat? Yo, ze lijken echt dood, hoor. Moet ik eerst nog allemaal tussenbatteltjes doen? Klopt, ja. Ja, niet zoveel, hoor. 1 of 2 maar. Oh, oké. Okay. Want die laatste, dat is geen battle. Die zegt alleen maar yo-yo yoghurt tegen je. Oh, dat was de yo-yo yoghurt. Oh, dan ben ik... Een Kangaskhan op, please. Heb geen parental bond. Daar heb ik echt geen zin in. Waarschijnlijk heeft hij geen parental bond. Ja, maar ik heb wel alle abilities die ze in het echt hebben, dus ik weet niet. Mega oh mijn god! Oh mijn fucking god, Sander. Ik word hier zo hard genaaid, dit is gewoon niet meer grappig. Dit is gewoon niet meer grappig. Wat er nou gebeurde, dat kan dat je... niet. Dat kan niet. Je niet verzinnen, wat er nou gebeurde. Echt, wat gebeurde? Dit kan je echt... Ik kan het niet verzinnen, gast, dus je moet het me vertellen. Oprecht, dit is niet te verzinnen hoe dit gebeurde. Ik ben mijn Pokémon kwijt in ieder geval, mijn Aurorus. Weet je wat gebeurde? Ja. Lusamine gooide haar tweede Pokémon zijn Torterra. Dus er komt een Torterra met Drought. Ik dacht van, oh, dat is echt kut, maar maakt niet zo heel veel uit. Ik doe gewoon met mijn Aurorus doe ik Avalanche. Die Torterra gaat dood. Komt de volgende Pokémon, Ivysaur. Ik denk van, weet je, ik blijf in Aurorus. Want dan ja, zo'n Ice Attack. Ja, kan ik nog een Avalanche doen? Is hij ook wel net KO? Weet je wat hij doet? Nou? Solar Beam. Alleen omdat hij Torterra randomized drought had, doet hij in één keer Solar Beam meteen Aurorus dood. Ja, dat is kut. Dat kan je niet verzinnen. Wat een bullshit is dit. Ik ben echt boos nou. Ik ben echt boos. Wat een onzin. Wat ik erop te zeggen heb, dat snap ik.
Wat kan hem even in beeld stoppen. Speciaal voor jou. Speciaal voor jou. Kut, wat doe ik nou allemaal weer? Wat doe ik nou allemaal weer? Ja, zo. Dat is wat Milan is nu. Wat op mijn scherm te zien was. Potje zout? Nou, nee, zout. Alleen daarin stond dan weer geschreven zout. In het Engels wel, maar... Wat? Wauw, gaat hij ook nog synthesis doen? Echt, gaan we zo ja, kut spelen? Kan hij even stoppen met normaal doen? Of met gek lopen doen? Ja, nu doet hij synthesis, terwijl hij eigenlijk net gewoon full health was. Alleen omdat ik hem weer... Wauw, echt, wat er hier gebeurt is niet te filmen. Nou, het is wel te filmen met OBS. Nou, ja, maar... we doen eigenlijk nou juist aan het filmen. Dus ik denk wel dat het kan. Maar dat bedoel ik niet lullig. Het komt er wel uit. Maar dat boeit niet. Het gaat om de intentie. Hij blijft synthese spammen. Yo, gast, stop even. Niet jij, maar de gast die synthese. Het is een Ivysaur. Het is niet eens een Venusaur, hè? Het is een Ivysaur. Ja, wat kut. Als hij nu een Hyper Potion doet, dan ga ik mijn dingen gooien. Nee, doe niet. Synthesis. Dus net zo erg, maar net iets minder. hij hield ook fucking veel, hè. Dat is echt niet te geloven. Wer, hij doet nog een keer synthesis. Oh nee, Double Edge. Nee, ik hoop het niet. Hij doet Double Edge. Die fucking Ivysaur is eindelijk dood. Echt sterf. En ik hoop dat het pijn deed. Yo. Goed. Als je het helpt me weet. Hoe is het, Sanne? Oh, mijn cargo. Of het bij mij lukt? Ja. Nou, ik dacht zo net bijna dood te gaan. Want ik had die Breloom ingezet. En toen kwam er zo'n Dwebble. En ik denk, hey, Grass, want hij is rock. En... Toen deed hij ineens een X-kissor en toen had ik de helft weg. Maar toen heb ik hem alsnog gekild in één hit. Dus in principe gaat het wel goed. Oké, nou dat is in ieder geval fijn om te horen. Maar als je de kijkers zagen me... Zo doen. Wat is dit voor een trut, jongen? Nu heeft hij weer een koffer, echt. Het houdt echt niet op. Nee. En ook echt niet vanzelf. Oké, ik moet tegen die Guzma's. It's your boy Guzma. Ik haat hem. Oh, sorry, Skullboss on. Oh, zo'n Silcoon. Dat is ziek. Daar ben ik blij mee. Oh, nu zou zo'n ijs-Pokémon wel fijn zijn. Oh ja, wacht, die is dood. Oh. I feel you. Heb ik nou... Oh, wat dom. Ik heb die andere acid... Of die andere poison type move niet aangeleerd op Arbok. Dat is wel een soort van onhandig. Ja. Oh nee, die kreeg die over 2 levels. Dat was het. Nee, oké, dat ligt niet aan mij. Withdrew, gast! Oké, Drifloon. Drifloon. Ik heb wel zo'n bite. Hoe fucking bulky is Tangrowth? Holy shit. Volgens mij best. Heel erg. Als hij nou de boost krijgt, word ik echt boos. Oh. Maar ik denk wel dat het vooral physical is en niet zoveel special of ook. Ja, dat weet ik niet. Ik kan alleen maar physical aanvallen doen, dus... Ja, nee, oké. Maar dan is waarschijnlijk... Beton Pass? Yo, ja. Drifloon, doe even normaal. Dat deed die Ledian tegen mij. Hé, dat was ook... Dat was ook tegen Guzma volgens mij. Dat die Ledian elke keer betonpass deed. Kan een Ledian betonpass? Kan een Drifloon betonpass? Ik denk dat dat gewoon... standaard is in de Guzma battle of zo. Een beetje net als de... Oh, heet dat? Je hebt die in gen 2 en 4. Die egg. Die Togepi egg.
Dan krijg je altijd extra sensory van. Ah. Ja, dat zou best kunnen. Maar als je hem randomized... Oh. Het is gewoon extra sensory. Oké. Okay. Hij heeft de moves die hij normaal gesproken heeft en extra sensory. Omdat... Wolf. Ja, dat weet ik echt. Dat is ingecodeerd, zeg maar. Ja, dat hebben ze dan gewoon... In plaats van dat ze gewoon de egg moves aan Togepi hebben gegeven, kan dat waarschijnlijk met programmeren niet zo makkelijk. Het is net zo makkelijk om gewoon te programmeren. Hij kan ook deze move. Ja. Wat doe ik ook? Nee. Nee. Nee, waarom ben ik zo debiel? Wat doe je? Yo. Nee, ik... Wat gebeurde er, Sander? Wat gebeurde er? Mijn level 50 Star Raptor is neer. Nee, wat gebeurde er? Ik moet tegen zo'n Celio. Oh, die ijsaanval. Ja. Alleen het domme was, ik ging Breloom. Dacht ik, oh kut, gras. Dat is super effective, weet je wel. Mm-hmm. Dus ik ging naar Superster, want die heeft een fighting type move. Ja, maar close combat heeft zeker. Ik vergeten dat die... Ja, nou ja. Je snapt hoe het gaat. Ja. Oef. Wat moet ik nou weer doen dan? Oh, dat vind ik echt kut. Ja, snap ik. Dat is ook jouw MVP, toch? Ja, dat was mijn enige level 50. Weet het, fans. Ik moet sowieso een Fizzle Core Attack doen. Dat is mijn Steel Cannon dan de best. Oh nee, dat is ook special. Neurobite. Yo, dit gast kan Blizzard. Ja, op Boompad doet het niet zoveel. Maar ja. Oh, Weak Armor. Defense Fell, dat is chill. Speed Rose. Volgens mij heeft Celio sowieso niet zoveel speed, dus dat boeit me niet. Mm-hmm. En zowel dan, hij outspeedde trouwens sowieso mijn Boompad al. Weak Armor? Oh, dat geldt elke keer. Oh, dat is ziek chill voor mij. Ja, krijg je elke keer... Ja, elke keer als ik hem attack. Dat is voor mij wel heel chill. Dan gaat ze defense omlaag en dan doet mijn bite meer. Ah, oké. Okay. Nee, deze gozer heeft rest. Oh. Ja, dat wordt een lange fight. Ik heb nu al geen zin meer in. Nee. Oké, de heal is gestopt. Ik kan, hij is nu asleep. Ik kan risky naar een grass type gaan. Ja, ja. Je zegt het goed, het is risky. Doen. In principe, dit is de eerste keer dat hij sleept. Dus in principe zou hij nu niet moeten waken. Is het nog steeds tegen die Guzma? Ja. En ik heb nog maar 3 Pokémon gezien en nog maar 0 verslagen. Oei. Want die Silcoon die deed hij withdrew. En die Drifloon deed hij button pass. Beton pass. Hoe je het ook noemt. Maar Celio is dood, baby. Nice. Wat heb je nog meer? Wat heb je nog meer voor je? Victini. Is die niet super overpowered? Wie? Victini. Ja, die is de nummer 0. In de Pokédex. Ja. Ja, in de Pokédex van Black and White, hè. Niet in de nationale Pokédex. Oh. Dat denk ik nog steeds elke dag. Nope. Dat zo is. Nope. Maar dat is niet. Ik heb een Master Ball gekregen van de Gladion. Die krijg jij ook, hoor. Ja, dat mag ik hopen van wel. Zou niet best zijn als ik het niet krijg. Op zoek naar de shiny legendarische. Nou, maar shiny class, toch? Ja, daarom. Die mogen het sowieso gebruiken, dat is wel ziek. Yo, Hydro Vortex! Nou, ga alsjeblieft dood. Als jij klaar bent zo meteen met je battle, wil je dat dan zeggen? Dan sluit ze de aflevering af. Oh, Victini is niet eens 1-hit KO met de Z-move ook niet, hè?
Ik haat Victini. Kijk, in principe is het niet erg, want ik ga hem sowieso verslaan. Alleen, het is gewoon niet chill. Oh, hier wou ik helemaal niet heen. Dat is niet handig. Nee. Dat is zeker niet handig. Ik ga die Driven wel even met Swiper doen. Swiper! Zei ik Swiper? Het is een Arbok gast. Oh. Charm! Ik ben echt debiel. Vandaag. Ja, en morgen. Waarom zit je Drifloon in als je gaat beton passen? Ja, maar dat is dus dat wat die Larry in de hele tijd bij mij deed. Gelukkig heeft hij alleen nog maar een Silco, maar als hij een goede had, dan had ik... Ja, dan... Sander, ik denk oprecht... Boos. Ik denk oprecht dat we nu ongeveer op evenveel dead zitten. Nee, ik heb ook elke keer wel een dev, hè, deze afleveringen. Ja, dat weet ik, maar ik ben één keer gewiped en verder nog elke aflevering ook iets kwijtgeraakt. Ja, oké. Okay. Ik wou echt dat ik die... die Staraptor ben verloren. Dat was en een hele goede Pokémon en mijn enige Flying type. Oeps. Alhoewel, misschien heb ik nog wel een Flying type hoor. Want veel normal Pokémon zijn natuurlijk ook Flying, maar... Volgens mij heb ik die niet gevangen, zeg maar. Kijk, ik ben bijna klaar. Ik heb trouwens nog wel één fossiel die ik even kan retrieven. Misschien is dat een idee. Op zich. Volgens mij was dat hier. Yo. Ja, dit is my core Guzma. Is Guzma dat? Ja. Hij zegt nu, hey, look like I got no choice, go on, go through. En ja, nu kan ik zeven. Oké, als je een moment hebt, dan ga ik heel even snel... ik heb wel een moment, alleen ik zei nee, omdat ik toch iets deed wat... Ah. Wow, ja. Oké, wat zit er in de cover, fossiel? Weet ik niet. Normaal een Tortuga, maar wat is de Tortuga? Oh, een Gliscor en die mag ik. Nice. Oh, ground. Ja, tuurlijk. Die gaan we in mijn team doen. En dan gaan we die ook trainen voor de volgende aflevering. Ja, ik ga ook trainen. Volgende aflevering. Oké. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je nou een leuke aflevering, doe een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet even op Sander's kanaal te kijken, want die heeft een heel cool kanaaltje. Die verdient ook even aandacht. En een abonnementje. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.